yes, 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 yes. Oh yes, oh yes, oh yes, 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 yes. Interview met de vader van Tristan in de brandweerkazerne. In dit plaatje zien jullie de eerste spuit. Lijkt wel een klein beetje op wat daar staat, hè? Dit is een hele grote pomp. Een hele grote capaciteit. Daarmee kunnen ze met behulp van de pomp ook weer water reduceren. En hoeveel water nemen jullie mee? In de tankautospuit zit 1500 liter. Oké. En wat als het op is? Als het op is, dan sluiten wij de auto aan op de ondergrondse brandkraan, zodat we weer water hebben. Dit is dus het opzetstuk wat je dus op die ondergrondse brandkraan draait. En dan zeggen we dat het is naar boven, geloof ik. Ja, en dan gaat dus het water hierdoor in en dan kom je hier, sluit je dus een slang op aan. En als we dan gaan kijken, dan hebben we hier de slangen. En dit is hoge druk. En hier heb je dus de lage druk. En dit geeft 120 liter water per minuut. Zo. Dan zien we daar zuurstof, warmte en brandstof. En wat doen we nou? Door middel van water halen we de warmte weg, waardoor het vuur uitgaat. Dus met behulp van het water zorgen wij dat de brand uitgaat. Dat was het interview met de vader van Tristan. Ik kan mijn handen er niet uit krijgen. Oh, wacht nu wel. En daar hebben we brandweerman Robin. Ziet het lekker, Tristan? Ja, alleen de helm is zwaar. Ja.